Een Braziliaanse missie onder leiding van professor titulaar João Luiz Lani van de Federal University of Viçosa in Brazilië heeft gedurende enkele dagen veldbezoeken gebracht aan verschillende districten. Tijdens de bezoeken is er bodemmateriaal verzameld dat door de missie verder in Brazilië onderzocht zal worden. Dit bezoek is een uitvloeisel van het in 2017 geschreven project Consolidating and Broadening of Agro-Ecological Zoning and Environmental Education in Suriname. Dit project is een bilaterale overeenkomst tussen Suriname en Brazilië. De resultaten van het bodemonderzoek zullen meegenomen worden bij de volgende activiteit van de missie, namelijk een training in geoprocessing. Met betrekking tot duurzaam gebruik van het milieu zal er lesmateriaal ontwikkeld worden voor de basis, VOJ en VOS-scholen. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op awareness. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal zich hierover buigen. Het doel van deze missie is om te weten wat de verschillende bodemtypen en de diverse landschappelijke kenmerken zijn. Na analyse zal de missie adviezen uitbrengen ter versterking van de samenwerking tussen Suriname en Brazilië op agrarisch en economisch gebied. De districten Vanica, Parabrocopondo, Sipaliwini, Komowijnen, Marowijnen, Koroni en Saramaka zijn al aangedaan.